Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 19 Ajax Career Mode. We hebben hier een wedstrijd tegen Utrecht op het programma staan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even wat contracten verlengen wat belangrijker is. Namelijk, dat zijn meerdere spelers. Huntelaar, Lamproe en Sinkgraven. Die moeten we verlengen. Anders gaan ze er transfervrij vandoor. Dus dat moeten we nu direct doen voordat de transferperiode opgaat. Want dat is bijna. De eerste man met wie we gaan overleggen is Lamproe. Hij komt echt niet verder als een rol in rotatie. Gelukkig gaat hij daarmee akkoord. Ik vind 3 jaar vind ik lang zat met hem. Ik hoop dat ik hem binnen 3 jaar verkocht heb. Geen afkoopclausule, nou dat vind ik prima. En hij wil dat salaris. Dus als verlaging in salaris. Ik vind het allemaal prima, behalve je bonus. Daar doen we iets anders aan. Dit kan ik mee leven. Nou, Van Huntelaar. Ik denk dat hij gaat stoppen of zo. Ik kan niet zijn contract verlengen. Dus dat is een beetje weird. Kan niet. Dus ik denk dat hij gaat stoppen. Helaas. Nou, dan hebben we als enige nog Sinkgraven die we moeten doen. Nou, hij heeft zelf al een rol aangegeven. Dat vind ik prima. Dat mag je hebben. Hij wil een 4-jarig contract. Dat is best lang. Mag in principe wel. Eigenlijk niks mis mee. Laten we dit negeren. Oh, en ik mag eigen salaris geven. Ik ga ook hem proberen iets te verlagen. En dan gewoon te paaien met een goede tekenbonus als dit. Vind ik mooi genoeg voor hem. En als een redelijk aanbod. Prachtig. Goed, uitwedstrijdje tegen Utrecht. Wow, we willen niet afsluiten. Ik twijfel heel erg over deze. Wat ik ermee ga doen. Vorige keer hebben we een uitwedstrijd gespeeld. Dat was tegen PEC. Die staan lager. Eigenlijk wil ik hem ook simuleren. Aangezien we er wel goed voor staan op zich. En, I don't know. Met de basis heb ik er enigszins vertrouwen in. Met de basis heb ik vertrouwen in simuleren. En ik wil gewoon zo snel mogelijk door het eerste seizoen heen. Het eerste seizoen is meestal niet zo heel bijzonder. 1-1. Dat kan wel beter. Nou, de transferperiode komt eraan. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Australië wil ons als bondscoach. We krijgen meerdere aanbiedingen, maar daar ga ik niet op in deze carrière mode. Dat is meer iets voor Coach the Glory. Maar ik ben benieuwd. We krijgen zeker nog steeds niet toevallig nu opeens wel Champions League geld bij het budget. Nee, dat staat gewoon bij de winst. Ik dacht echt dat er in dat bericht stond dat ik het ook voor transfers kon gebruiken. Maar goed, het is wat het is. Laatste training voor de laatste transferperiode. Ik ben benieuwd of we nog gekke aanbiedingen gaan krijgen of niet. Ik wil niet echt belangrijke spelers gaan verkopen. Maar goed, je weet nooit. Ik ben benieuwd. Oh, damn. Dit is wel een probleem. Want André Onana is geblesseerd voor 4 maanden. Dat is super kut. We hebben hier een maandelijks verslag van het jeugdteam. Eens kijken hoe het hiervoor staat. Deze guy ben ik nog steeds zo benieuwd naar. Ik zit eraan te denken om hem misschien wel naar het eerste team te halen. Maar ik wacht nog steeds eventjes. Nou, PSG meldt zich. En die komen al met een flink bot om het zo te noemen. En dit is kut. Want dit zijn dus wel die belangrijke schakels die ik niet wil verkopen. Nou, het ding is met Ziyech. Het had weinig geschild. Of hij was weg geweest. Dat weten we allemaal. Roma waren ze bijna mee rond, maar de clubs kwamen er niet uit. Maar zelf was hij met Roma rond, zei hij. Hij heeft nu zijn nieuwe deal bij Ajax. Salarisverhoging, lekker voor hem, heeft hij ook zeker verdiend. En hij heeft zelf aangegeven niet in januari weg te willen gaan. Dat vindt hij niet fijn midden in het seizoen. Als hij weer weggaat, dan is dat wanneer het nieuwe seizoen begint. Frisse start, bats. Dus ja, tenminste zoiets zei hij in een interview. Hij gaat alleen weg na het seizoen, niet tijdens. Dus I don't know of ik dit wel wil doen. However, als we 84 miljoen uit kunnen slaan, dat is niet verkeerd. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Wat vinden jullie? Moet ik onderhandelen voor Ziyech of met Ziyech, over Ziyech? Hij is wel een belangrijke schakel en dat zal ik laten zien. Hij is namelijk wel de nummer 1 van de assists voor ons. De nummer 2 is ook van ons, dat is Frenkie de Jong. Maar dit helpt tegelijkertijd wel weer plek te maken voor de jongere spelers die we hebben. Met een Frenkie de Jong die al basis staat, maar Donny die nu iedere keer nog van de bank komt. Die zou dan op kunnen schuiven naar,
naar de starterspositie daar. Dus we zouden kunnen handelen. En Ajax kennende is dit iets wat het wel zou doen. En als we er nog meer uit kunnen halen. Dit bod alleen al zal Ajax aanpakken. Laten we daar eerlijk over zijn. Dus eigenlijk wil ik gaan handelen. En ik wil kijken of ik die 84 eruit kan slaan. Goed, daar gaan we, PSG. Jullie hebben een dikke portemonnee. En dat willen wij flink er gebruik van gaan maken. Ik kom bijna niet aan mijn woorden, gek. Dit vind ik te weinig. Dit lijkt er meer op. 84 miljoen. Dan kon ik eruit aan. Slaan, stond er. Goed, het is niet mijn bedoeling om dit hard uit te onderhandelen. Ik wil zeer in ons team, maar ik kan niet meer bieden. Ja, dag. Tegenbod. Nieuw transfersom. Nou is 84 sowieso wel overdreven veel. Maar als we hem verlagen naar 75, kan ik er ook nog mee leven. Oh, yo. Jesus. 75 miljoen voor Ziyech. Daar kunnen we echt niet om klagen. En daar is het bericht. Ziyech is verkocht. We hebben 66 miljoen aan ons budget toegevoegd gekregen. Dat is lekker, daar kunnen we zeker ook wel vervanging voor halen. Vervanging voor fixen. Voor Ziyech. En ik wil eigenlijk nou best nog wel een kwaliteitsvervanging voor terugkopen. Want de jeugdspelers, weet je, ik ben er dol op. En ook de potentiespelers die we hebben gekocht. Maar we hebben wel even dat extra mannetje nodig op de bank. Die er ook eigenlijk kan staan. Dus we moeten vervanging halen. However, wat we ook echt moeten doen, naar mijn mening, is een scout inhuren. En een goede scout. En dat ben jij. En dan gaan we er nog één inhuren. En dat ben jij. Bam. Dit zijn even goede scouts. En die ga ik ook direct op pad sturen. Eén scout gaat voor 6 maanden naar Brazilië. En die gaat op zoek naar een aanvaller. Ik hoop een leuk spitsje daar te kunnen vinden. En dan gaan we gewoon proberen. De andere man, laat ik een shout-out doen naar mijn Belgische kijkers. Ik denk aan jullie. En ik wil ook een nieuwe doelman. En ik ga een keer voor een Belgische doelman. Nou, zo was het ook heel verleidelijk om verdediging te doen. Want eigenlijk, weet je, is dat misschien nog wel toffer. We hebben al de wereld vertongen van jullie gehad. Dus misschien, fuck it, we doen gewoon een verdediger uit België. Ik wou eigenlijk doelman. Doelman moeten we wel halen. Even serieus, eigenlijk. Want dat is ook wel een ding. We hebben dus een vervanging nodig op middenveld. Ziyech is weg. Dat zat eraan te komen. Maar met een geblesseerde fucking Onana voor 4 maanden of zo, wat het ook was, hebben we echt ook een extra doelman nodig. En snel. Dus ik heb die doelman, die ga ik denk ik maar zelf doen natuurlijk. Want die heb ik gewoon snel nodig. En ik heb geloof ik al wat, wat spelers op mijn verlanglijstje. Ook middenvelders al. Ochoa, die wil ik eigenlijk, was de bedoeling halen voor volgend jaar als wisselkeeper achter Onana. En dan nog een jeugddoelman erbij halen. Maar in principe, hij is niet duur. Dus we zouden hem eventueel nu gewoon kunnen pakken. We kunnen deze speler direct benaderen. We moeten een salaris om hem te overtuigen. Ja, maar dan tekenen, delegeren, contracteren. We kunnen hem alleen maar voor volgend jaar dus. Dat is wel een dingetje. Oké, ik heb wat doelmannen opgezocht. Omdat we daar gewoon direct vervanging voor nodig hebben. En ik weet nu al heel veel zouden zeggen Cillessen. Dat schoot mij ook heel snel te binnen. Maar ik wil eigenlijk niet zoveel neerleggen voor een doelman die reserve gaat worden achter Onana zodra die terugkomt van zijn blessures. Dus waar ik toen op uitkwam, en het is heel onrealistisch, Tsjech! Hij is niet duur! We kunnen deze speler direct benaderen, we moeten oh, fuck. Ja, nee, maar dat wil ik dus niet. Ik vind dit zo'n bullshit iets, hè. Dat je oké, weet je, prima. Tof dat het kan, spelers contacteren. Maar waarom kan ik die gozer niet ook gewoon fucking onderhandelen met de club, dat ik hem direct wil overnemen? Dat is mijn intentie.
als kijkers zijn en hoe ik jullie ken, zouden jullie Cillessen willen. Maar ik wil niet 30 miljoen uitgeven als we ook nog vervanging voor Ziyech moeten pakken. Dus, wat we gaan doen, is ik ga onderhandelen, maar ik ga proberen nog onder de 25 te zitten. Als het lukt zelfs gewoon een drempeltje van 20, dat vind ik eigenlijk genoeg. Nou, daar gaan we. Onderhandelen, huidige waarde 17 miljoen. Weet je, dat wordt gewoon mijn openingsbod. 17 miljoen. Sticker in Barça. Tegenbod. Nieuwe transfersom. Jullie vragen veel te veel. 20. Jullie willen altijd de hoofdprijs hebben. Hallo, niet eens zakken. Nou vind ik jullie gewoon flauw doen. 22,5. En dan ga je zelf ook zakken. We nemen even de tijd. Dat kan. Vind ik oké. Dat mag. Weet je, Romero zou wel goedkoper zijn voor een backup doelman. Veel goedkoper. Let's just try. Nou, Romerotje. Daar ben je. Transfersom aanbieden. Ik begin ook gewoon met je waarde. Als dit kan, de waarde. Hij wil iets meer. Het scheelt wel echt enorm veel. In vergelijking met wat Barça wil. Als dit lukt, het spijt me. Volgens ons is Romero meer waard. Ik ben een Hollander. Huppakee, dit gaat werken. Dat is een redelijk aanbod. Ik ben blij dat we een overeenstelling hebben. Dus dat werkt gewoon. Ik ga even afwachten op het antwoord van Cillessen. Transferbod niet acceptabel. Ze willen 26,7. Sorry, ik vind dat echt veel te veel. De Ligt daarentegen. Dit kan me gewoon niet. De Ligt gaan we niet. Nee. De Ligt gaan we niet. Ga weg. De Ligt is van mij. Maar ze willen 26,7. Dat vind ik te veel van het goede voor nu. Gaan we niet doen. Echt totaal niet. Onze doelman gaat dus worden Romero. Hij gaat een belangrijke rol krijgen. Die in zijn contract gewoon hoor. Hij gaat natuurlijk gewoon banken zodra Onana terug is. Maar voor nu is dit gewoon perfect voor ons. Geen al te duur. Ja, is wat qua salaris is die wat prijzig. Maar dan moeten we maar even voor lief nemen. Hij heeft wel een blok aan ervaring ook mee. Zodat er een betere backup doelman dan wat we nu hebben is het sowieso. Maar hij gaat nu ook gewoon even de basiskeeper zijn totdat Onana terugkomt. Salaris. Ik ga maar dat bieden. Met een 2 ton tekenbonus. En ik hoop dat het voldoende voor hem is. Dat is een redelijk aanbod. Top. Die is dus binnen. Nou staan jullie om vervanging achter te laten voor Ziyech. Want dat hebben we nodig op het middenveld. Het mag best een jonge speler zijn die we kunnen trainen. Maar niet een jonge speler die we nog helemaal omhoog moeten trainen vanaf een 68. Dan liever wel een jonge speler die op zijn minst al 75 algemeen is. Of iets in die richting. Maar het liefst, gewoon zodat we hem wel direct ook kunnen gebruiken, mocht dat nodig zijn. Maar voor de rest, laat gewoon achter wat je wil. Het hoeft ook niet per se potentie te zijn. Het mag ook een speler die al zo goed is als een Tadic. Maar die niet te duur is, bijvoorbeeld. I don't know of dat er is in FIFA. Maar daarvoor jullie begrijpen mijn punt wel. Dit is dan deze aflevering. Transferperiode is begonnen. Ziyech is dus nu verkocht. Vandaar achterlaten die middenvelders. Ik vertrouw jullie erop. Ik bedank jullie alvast voor de support daarvan. Want jullie helpen meestal echt grandioos met transfers. Dus shout-out naar jullie allemaal alvast. En ik bedank jullie voor het kijken. En ik check jullie bij de volgende video. Tot dan. Laters.